PSV A1 staat momenteel vierde in de Eredivisie voor A-junioren. En die plek, dat lijkt ook het hoogst haalbare dit seizoen voor de ploeg van Raymond Liebrechts. Wil het nog richting top 3, dan zal het in ieder geval moeten winnen van de huidige nummer 11 van de ranglijst. En dat is FC Groningen. Van die ploeg won het trouwens eerder dit seizoen in Groningen met 4-0. Een hoekschop voor de bezoekers. Een kleine 10 minuten gespeeld. De kopbal daar van Leijenhorst en 1-0 voor FC Groningen. Scoort zo te zien niet vaak met zijn hoofd, die centrale verdediger. Maar deze zit er lekker in. PSV dan. Via Wouter Sommer. En hier de kans voor Geraldo Alberto Antonio. Krijgt die bal plotseling voor zijn voeten. Maar de bal is een prooi voor Stefan van der Leij. Opnieuw Sommer. Antonio terug naar Sommer. Ziet er gevaarlijk uit. Spits Ruben Betancourt hier met de kans. Heeft iets te veel moeite die bal aan te nemen. En dus gaat hij over het doel van van der Leij. Maar er komen kansjes voor PSV A1. Ziet ook Zakaria Labiat. Hij toeschouwer op de hertgang. Evenals Jetro Willems. Vlak voor rust dan. Groningen via spits Hagenau. Gaat voorbij Cardes. Hagenau, ja dat is een spits. Gaat zelf. Robbie Holder stond er ook goed voor. De nummer 11. Maar het blijft 1-0 voor FC Groningen. Na rust dan. Opnieuw de bezoekers. Het schot hier van aanvoerder Diemers. Via Sommer een hoekschop. Opnieuw een hoekschop voor FC Groningen. En het bleek al eerder, daarin zijn de mannen gevaarlijk. En ook nu, want de bal gaat er zomaar in via de rug van Jesse Renken. De trap van Diemers. En hier goed te zien, hij schampt hem met zijn rug. Geen kans op de lijn voor LVO van Overbeek. En zo staat het dus 2-0. Sommer op Antonio. Terug naar Sommer. De voorzet is aardig. De kopbal ook van Usboskoert. En dan zit het ook niet mee. Dit gebeurt allemaal na een uur spelen. Cardes. PSV geeft niet op. Dit is invaller Moussa Sano. Neemt die bal aan, maar verliest hem dan weer aan Diemers. En die ziet spits Hagenau vertrekken. Verstappen uit zijn doel. Heeft de bal ook wel, maar precies in de voeten komt hij van Gazarjan. Tigran Gazarjan met de 3-0 voor FC Groningen. En dan zit ook wel alles tegen. Knap gedaan natuurlijk door Gazarjan. Maar dat die bal van Verstappen precies in zijn voeten terecht komt, dat is natuurlijk wat gelukkig. Rahi met de bal op Antonio. Gaat nog maar eens het duel aan met Francisco. Nou, maar schiet Antonio. Aardig schot. Zeilt over het doel van van der Leij. Brenet krijgt de bal terug. Cardes. Waar naartoe lijkt hij zich hier af te vragen. Dan maar terug op doelman Verstappen. Erik Verstappen neemt de tijd. Maar hij neemt al iets te veel tijd. Trapt de bal zomaar tegen de rug van Robbie Holder. Kolderiek moment. En 4-0 voor Groningen. Ja, en dan zijn er de lachende gezichten van de Groningen spelers. Want zo'n doelpunt wordt niet elke week gemaakt. Lullig moment voor Verstappen. En 4-0 voor Groningen A1. Gazarjan verspeelt de bal. Betancourt op Rahi. Ah, die probeert het aardig. Buitenkant voet op de kruising. Maar het lijkt PSV A1 deze middag niet gegund een doelpunt te maken. Sommer. Betancourt. Opnieuw de bal kwijt. Hagenau. En weer liggen er mogelijkheden in de counter voor FC Groningen. Gazarjan. Die heeft gezien waar de ruimte ligt. Achterin daar. Invaller Gorissen is dit. Met Brenet. Gorissen met een hele mooie beweging door de benen van Brenet. De voorzet mag er zijn. En daar Hagenau met de 5-0. En dan moet die spreekwoordelijke gifbeker ook helemaal leeg. Knappe actie hier van Gorissen. Door de benen van Brenet. De voorzet mag er ook zijn. Maar dan staat Hagenau er wel vrij tussen twee verdedigers van PSV. Zo eindigt deze wedstrijd dus in 5-0. En blijft PSV vierde op de ranglijst. 35 punten uit 22 wedstrijden. 7 punten achter AZ. En liefst 19 punten minder dan koploper Ajax.